Vorige week zag je in Goede Zomers, Slechte Zomers Krit, die uitgebreid vertelde over zijn kruisteken. De meeste mensen die klapperen op met de oren en die denken, laat hem ouwe hoeren. Maar voor mij is het heel realistisch, voelt het heel realistisch. De broers Douwe en Zwier deden het lekker rustig aan en houden niet van hokjesgeest. We willen geen schuttingen ertussen. En je zag onze Werner, de Duitser die uiteraard van een biertje houdt, maar ook van het Hollandse levenslied. Ik vergeet nooit de dag, maar op ik je zag in de maneschijn. En de drie meiden Joyce, Marije en Roxanne filosofeerden over seks. Voor het huwelijk. Ik zou het niet doen. Ik ook niet. Jij wel? Nee, ik ook niet. Ik vind het wel iets in het huwelijk. Maar ik vind wel dat je het voor huwelijk kan opbouwen of zo. Ja, dat ja. Het hoeft niet bij een zoen te blijven voor het huwelijk. Nee. Dat belooft wat voor deze aflevering. Welkom bij Goede Zomers, Slechte Zomers. Goede zomers, slechte zomers, zon en regen op je tent. Goede zomers, slechte zomers, een plek waar je jezelf bent. Goede zomers, slechte zomers, heerlijk dromend in je hangmat. Goede zomers, slechte zomers, op terras of in het zwembad. Deze week gaat Henny op bezoek bij haar vriendin Anita, die helemaal klaar is om gefilmd te worden. Henny heeft een wasknijpels, dat we het achteren en de nek eventjes strak kunnen trekken. Terwijl manlief Werner eens een kijkje neemt bij de havenfeesten in Maasbommel. Ga ik met dat kleine bootje, ja nou dan kan ik een beetje drinken. Dan hoef ik niet met de auto te rijden. En dan maar hopen dat hij nergens tegenaan vaart. Joyce, Marije en Roxanne gaan op de camping naar de Bijbelstudie. En vertellen hoe ze hun geloof beleven. Ik heb echt geen idee eigenlijk. Ik weet heel veel in de ontmoetingskerk zit, maar ik weet niet wat voor soort kerk het eigenlijk is. Echt heel slecht. Dan hebben we nog het verhaal van deze prachtige Amerikaanse caravan. Jan en Angelien hebben wat problemen bij de borrel. Ja, het is goed, Jan. Ja, het is erg. En Douwe en Zwier doen wat ze erg graag doen, zonnen. Ik vind het wel gezellig met alle zonverroering om me heen. Jawel hoor. Oh ja, en vergeet Krit niet. Hij gaat op waterjacht bij de Soerense Beek. Oh, die nemen we mee. Zo. Zo. Oké. Ik vind het leuk. Ja hoor. Nee, het is zo onwennig allemaal. Nee, het is wel heel onwennig. Gewoon, Meer wachten om een hoek kijken. Ja, nou, één. Ja. Ja? Moeten wij gaan. Hoi, hoi, hoi. Nou, daar gaan we dan. Nou, daar gaat ie. Het is mooi weer. En met mooi weer doen de twee broers Douwe en Zwier wat ze altijd doen met mooi weer. Een dagje zonnen, relaxen en zwemmen. Nou, dan gaan we het even klaarmaken. Boven de 20 graden hebben we 25 graden. En hierheen. Ja, het komt niet zo vaak voor dat het mooi weer is in Nederland, hoor. Dat heb je wel gezien. Weet het nou, maart was niks, april was niks, mei was niks. Is er niet noemenswaardig. Nou, dan juni ook niet. Over om naar huis te schrijven. 2 dagen mooi weer en dan sloeg het vuur aan de hemel vandaan. Dat is ook niks. Ja. En nou is het. Hup. Zaterdag, zondag, maandag en dinsdagmiddag. Hierheen. En zo was het een paar dagen geleden. Zie je het verschil?
Dat is van vrijdag was dit. Was het toch zo? Vrijdag. En nu is het zo. Leuk, hè? Dat doen ze s'avonds ook wel eens. Ja, nou daar gaan wij niet meer aan beginnen, hoor, die oude man. Ik zal zeggen dat we weg. Ja, ja. Ja. Het komt niet zo vaak voor, dat is de muziek hier. Dus. Vooral die ruimte. Tot zover de rust, ruimte en natuurgenot. Resten er nog twee dingen voor Douwe en Zwier: zwemmen en zonnen. Maar dat zie je zo meteen. Been sleeping too long and it's starting to dawn on me. Too soon to tell. Op camping De Battled in Zelm doen Joyce, Marije en Roxanne mee aan het christelijke activiteitenprogramma Royal Adventure. Maar hoe beleven ze hun geloof eigenlijk? Een paar keer per week hebben ze een dienst met liedjes en bijbelstudie. Je mag kiezen. Baby Shark of Skiing in de Snow? Baby Shark. Baby Shark. Wie zegt even een applausje, wie zegt Baby Shark? Wie zegt Skiing in de Snow? Okay. Het gaat over een haaienfamilie. En die haaienfamilie die eet mensen op en dan verliezen ze benen en zo. Dus je moet gewoon meedoen met wat ik doe. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Mama Shark. Mama Shark. Wat voor een geloof krijgen jullie van huis mee? Ik zit in een christelijke gereformeerde kerk. In de evangelische. Ik heb echt geen idee eigenlijk. Ik weet heel veel dat ik in de Boetheskerk zit, maar ik weet niet wat voor soort kerk het eigenlijk is. Echt heel slecht. Oh jee, Joyce. Daddy Shark! Daddy Shark! Daddy Shark! We denken meestal wel hetzelfde. Ja. Ja. En wat vonden jullie van het zingen? Heel erg leuk. Lekker springen. Ja. Dansen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Mm-hmm. Oké. Okay. Nu hebben we wel genoeg gehoord. De jongeren zijn helemaal warm gedraaid voor het echte werk. Aanbiddingsleider Hanne met band. Van tevoren dacht ik wel van, nou ja, weet je wel, weer zo'n ochtend, weer zingen en zo. Maar uiteindelijk beviel het me wel heel goed, want ja, ik vond vooral het zingen heel erg mooi. We gaan nog even doorpraten over de dienst van vanochtend. Nou, laten we gewoon beginnen en dan sluit ik wel af, oké? Okay? Heel bedankt voor deze mooie dienst van de woorden van Kees Goedhart. Dat hij ook mensen heeft geïnspireerd of geholpen met zijn woorden. Heer God, ik wil u graag heel erg bedanken voor deze toffe week. En gewoon ook dichter bij u zijn gekomen, voor sommigen van ons. Dat het vanmiddag ook nog mooi weer blijft. Lekker kunnen volleyballen en hopelijk winnen. Tot zover de nabespreking. Als de meiden weer helemaal wakker zijn, kunnen we misschien horen of er nog nieuws is op het liefdesfront van Roxanne. Nou, als jij gisteren niet meer, we hebben wel wat nieuws gehoord. Ah, we deden de nuffige waarheid en dat was eigenlijk altijd waarheid. Super. Dat is heel wat wijzer geworden. Ja. Dat vertel ik niet aan mij. Nee. Oké, ik ga gewoon spreken. Daar word ik nog niet echt wijzer van. Misschien laat Joyce straks wat meer los als ze haar kampeerplek laat zien. Het leven is heerlijk op de camping, maar soms moet je er natuurlijk ook even uit. Dus gaan Werner en Henny naar de havenfeesten in het nabijgelegen Maasbommel, waar het 3 dagen feest is. Ik speel zelf een beetje gitaar, een beetje accordeon en een beetje keyboard. En daarom kan ik ook heel goed meezingen. Daarom vind ik dat hartstikke leuk. Ja. Maar 's morgens moeten wij vroeg weer op. Daar hebben wij een oude kroon. Joep hij die, joep hij daar.
vind die mooie liedjes. En voor allen dingen, ik ben een Duitser, hè? Dat hoor je wel. Maar ik vind het heel mooi. Ik vind ook Nederland heel mooi. Daarom ben ik ook hier. Hè? Ja, ik ben veel op visite hier. En dat vind ik zo mooi en gezellig. Is dat havencafé Plexat. Dat is ons, praktisch onze stamcrew. Daar gaan we dan af en toe. Ik heb zo'n klein bootje. Daar ga ik voor de camping af. Ga ik met dat kleine bootje hier naar de Plexat toe. Ja, nou, dan kan ik een beetje drinken. Dan hoef ik niet met de auto te rijden. Dat is veel te gevaarlijk over de dijk met de auto te rijden en gedronken heeft. Dat moet je niet doen. Hè? Dat is nou dat bootje, waar ik met naar Plexa toe ga. Dan kan ik een paar biertjes drinken, zonder dat daar... Het is goed voor de veiligheid. Ja, hier zijn ze mooie, viele mooie schiffen. Maar dat kleine bootje is ook goed voor mij. Maar af en toe, wenn er veel regent, dan word ik dat boot... met mijn emmer... met water naar buiten. Ja, ja. Kan niet anders. Er is geen lensboom erin. In Nederland heeft gezegd, je moet een gat in de bodem maken, damit het afloopt. Oh, ik zeg, hier, er komt nog veel water. Dan, ja, zegt, je moet dat boot aanheven, dan loopt het water naar buiten. Ja, die Werner, die hou je niet voor de gek. Straks gaat Werners vriendin Henny nog op bezoek bij vriendin Anita van de Anita Bar. En pakken de pijnappeltjes een biertje. Maar eerst even aandacht voor de mooiste caravan van Gelderland. Je doet dus een bieding op een internetveiling. Wordt er niet veel later een vintage caravan naar Nederland verscheept die je een gigantische berg opknapwerk bezorgt. En dan, 5 jaar nadat je hem kocht, kun je er eindelijk mee op vakantie. Naar camping het Heumersbos. Wil je binnenkomen kijken? Dan kun je ook zien waarom we hem graag zo graag wilden hebben. All original. 1978. Kom maar verder. Echt nog net vintage, zoals het dan netjes heet. 34 jaar oud. Helemaal origineel. Voorzien van een originele airco. Het werkt allemaal nog braaf. Maakt een beetje lawaai. Maar werkt allemaal nog. Koelt als een gek. En was heel erg lekker. Alles is nog origineel. Vliegtuigkastjes erin. Airsteam is natuurlijk een beetje afgeleid van de Amerikaanse vliegtuigindustrie. Dus heel veel techniek die hierin gebruikt is, zie je weer terug in Dakota's onder andere. Jongens, laat me eens even zien. Hoe maak je een slaapplaats? Zelfs jullie kunnen dat. En dan kan je slapen. En dan met z'n tweeën lekker tukkie doen. Hoe fantastisch is dat? En als je uitgeslapen bent, dan ruim je je bed weer op.
De rust na de animatie is wedergekeerd. En de broers Douwe en Zwier wagen een duik. Als het zwembad vol is, dan is het een herrie hoor, al die kinderen. Doet me helemaal niks. Nee, helemaal niet. Ik ben blij met het mooie weer, blijf ik hier de hele dag, aanwezig. Ja, ja. Maar heren, moet er niet gesmeerd worden bij zo'n hele dag in de felle zon? Nee hoor. Nou, nee. Nee, we smeren nooit in. Nou, maar het is... Nee, dus het is eigenlijk niet noodzakelijk, het verbranden niet. Gehaal dit, klaar. In de winterdagen maak ik wel eens gebruik van de zonnebank. Eén keer, twee keer in de week, 22 minuten. En dan kun je de winter ook een beetje bijhouden. Dan ben je niet zo voor het voorjaar, niet zo aan, niet zo vatbaar voor te verbranden. Je moet toch altijd vermaken, ja, ja. Maar op de goede manier. Vreemd dat we nog werkten aan de vakantie. Ja, die caravan, die ene, maar die andere nog. Ook allemaal bij te houden. We hadden thuis een huis om allemaal bij te houden. En we hadden dus een 40-urige werkweek. Ja, dat was wel druk. En we hebben alles, al die 40 jaar hebben we weten te doen. Ja. Er was niets verwaarloosd. Ik hoor het al, heren. Jullie hebben het ruimschoots verdiend. Ja, 87,5. Op de camping heb je vrienden. Zeker op de Maasterp, waar hechte vriendenclubs zijn ontstaan. Hennie gaat op bezoek bij Anita. Ja, precies. Die Anita van de Anita Bar in Nijmegen. Die Anita ruim 40 jaar bestierde. Je hebt verse koffie gezet. Ja, nu dacht je dat je vervoer gehaald. Het mooie van Anita Bar was eigenlijk dat iedereen er kwam. We hadden internationaal, er waren heel veel Schiphols, de militairen, de Jan met de pet, de Eerste Kamer, de Tweede Kamer. Van alles kwam er eigenlijk al binnen. We gaan ook wel naar Nijmegen en dan als ik dan met haar over de markt loop in Nijmegen, nou dan sta ik meer stil, want ze kent de hele wereld. Ik noem eigenlijk ook altijd de clown, hè? Als ze binnenkomen aan Smaling, hè? Keep on Smaling. Of je nou ziek was of je nou elend had, dat hebben ze mij nooit kunnen merken. Maar ik mis het nog steeds heel erg hoor. En vooral s'avonds bij de televisie zitten en er is niks op. Dus ik denk, nou voor dezelfde kant had ik toch wel lol gehad. Wij delen wel ons verdriet en ons plezier allemaal samen. En dat is wel een leuke saamhorigheid wat we hier hebben. Dat is echt wel leuk. Je bent hier allemaal om plezier te maken. Hè? En geen genuilten, dan kun je net zo goed weggaan. Hè? En als we genuilen, dan ga ik gewoon blij zeggen, daar gaan. En dan ben ik weg. Hè? Nee, we hebben ook leuke mosselavonden gehouden. Nee, met de pannen over het... Nee, het is altijd even. Ik kan niet zeggen of het ooit eens een keer moeit onder... Nee, ik kan niet... Straks nuilen de dames nog verder over het goede leven op de camping. Maar eerst naar Krit, die met zijn caravan op camping de Jutberg aan de rand van de Veluwe staat. De meeste mensen lopen naar de kraan als ze water nodig hebben, maar Krit niet. Die loopt een heel stuk verder, naar de Soerense Beek, om heilzaam water te halen. Zoon, de Heilige Geest, God in mij, God door mij, God met mij. Heel.
We zijn weer terug bij onze drie meiden. Weet Rohan misschien meer over het liefdesmysterie van Roxanne? Dat is een goede vraag. Ja. Daar komen we niet veel verder mee. Joyce en Marije weten wel wat. Misschien moet Roxanne even weg, zodat ze het kunnen vertellen. Nee, ik ga wel even daar zo binnen. Nee, maar dat zeggen we nog niet. Ja, in ieder geval, ik zeg het niet. Ik zit een mier in haar. Oh, fijn. Een spin. Ja, dat gisteren. Ja, een spin, kijk. Ja. Wil jullie dat even verklappen? Ja, jullie dat. Ja, jullie dat. Vertel het even. Ik ben geen klikker. Klik, sorry. Goed zo. En weer houdt iedereen de lippen stijf op elkaar. Jammer. We hadden wel wat willen horen over de ontluikende liefde van Roxanne. Gaan we maar even naar Joyce, want die gaat een rondleiding geven bij haar tent. Ja. Ik slaap hier samen met mijn vader en moeder en het pleegkindje van mijn oom, tante en mijn neef. En zou ik laten zien waar ik slaap? Ja, laat ons je campingpaleisje eens even zien. Ik slaap hier in deze tent samen met Jeffrey. En dit is hij aan de linkerkant en ik aan de rechterkant. En het is nogal wel rommel hoor. Ik moest lekker helemaal opruimen. Wauw, een hele tent voor jullie alleen. Dit is mijn bed en mijn saxofoon ligt onder mijn bed. Mijn kleren voor deze 6 weken dat ik ben. En dit is voor Jeffrey. Heel gewoon. Ja, verschil moet er wezen, zeggen we dan. Moeders, hoe zit het precies in deze familie? Nou, we zijn hier dan samen met Joyce, maar we hebben ook drie logeren, jongens. De vakantie bevalt uitstekend tot nu toe. Ja, Alex, dat schort zit in de wasmand, want die is schoon. Pak hem maar. Ligt in de voortent. Nee, 5 jaar geleden zijn we hier terechtgekomen en ja, eigenlijk niet meer weg geweest. En Joyce houdt heel erg van zingen, muziek, dansen. Ja, en op een gegeven moment kwamen we toch wel een beetje, liepen er tegenaan dat we... Ja, de muziek was niet altijd helemaal de stijl die we zelf nastreefden. De dansjes waren net niet altijd waarvan we dachten dat past bij onze identiteit. Ik had het altijd al leuk gevonden. Ik vond muziek altijd leuk. Heb ik het een keer op tv gezien. Dacht ik, nou, dat wil ik ook. En toen mocht ik een keertje proberen. En toen vond ik het hartstikke leuk. En toen ging ik erop. Dat klinkt al lekker. Maar... Zie ik dat de barbecue is aangestoken? Aan tafel. Wilt u vanavond met ons meegaan als Jeffrey gaat optreden met de Mega Kids bij Talent voor de Koning? Wilt u voor ons zorgen als wij gaan slapen? Wilt u vandaag bij ons zijn? Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. En eet smakelijk. Iedereen moet ook goed eten, want morgen zie je de campingwedstrijd Talent voor de Koning. Waaraan de meiden natuurlijk ook meedoen. Kom jongens. Digger, kom. Flo, Digger. Campinggast Hanneke uit Doesburg maakt al 1,5 jaar met veel plezier het sanitair schoon op de Jutberg. Kom hier dan. Nou, dat doe je zo raar. Ah, gek. Zo. Nou, tot strakjes. Ik sta op, gooi eerst mijn hondjes even naar buiten. Dan neem ik koffie, ga ik lekker even rustig zitten. Dan ga ik me aankleden, broodje maken, hondjes uitlaten. En dan er tegenaan. Ik doe dit 6 dagen. 1 dag ben ik vrij. En de ene keer doe ik... De wanden, andere keer schrob ik de vloeren. Dan doe ik de toiletten goed. En ik doe het met veel plezier, moet ik zeggen. Het enige nadeel is dat als mijn vrije dag is, dan ben ik dus ook heel vroeg op. Want dan word ik gewoon wakker om deze tijd. En dat zit erin.
Dus dat is het nadeel. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Echt uitslapen, dat gaat niet meer. Dat zit erin, hè? Dat wekkertje. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Het allermooiste wat ik vind hier als ik wakker word, is dat je wakker wordt van de vogels. Dat is zo gigantisch. Als ik buiten zit te bellen, dan vragen mensen: oh, heeft u een volière het huis? Nee, ik zit in het bos. Dat is echt waar. Dat is heel leuk. Op de Maasterp mijmeren Henny en Anita verder over hun vriendschap en het leven op de camping. We bellen elkaar op, we komen ook zelfs bij elkaar. We hebben laatst een kerstmis gehad bij haar thuis, tweede kerstdag. Hartstikke leuk, zijn we met z'n allen ons naar haar thuis geweest met de taxi. Hartstikke leuk. En dan zeggen we altijd tegen elkaar, nou, blij voor je weer komt. Hè. Een moment als je dan het einde denkt, nou, we hebben er nou wel genoeg van. Hè. Het is iedere dag feest en iedere dag. Maar zo gauw je dan weer weg bent, dan mis je toch wel de mensen om je heen. Ja, ja, nou, we zijn natuurlijk allemaal wat ouder geworden. En dat is natuurlijk ook een ander verhaal. Hè. Vroeger wij waren ze we nodig. Jong, maar wij willen nog steeds wel. Maar dan waren we regelmatig in de kantine met het hele stel. En dan hadden we bijvoorbeeld themaavond, dan was het piratenfeest. Nou, wij allemaal als piraten, allemaal omgekleed en zo. Een zeemansfeest, carnaval. Dat hebben we allemaal meegemaakt, maar dat is er allemaal niet meer, hè? En eigenlijk de oude generatie heeft het eigenlijk altijd gedaan. En de jongeren hebben weer andere ideeën. Dat krijg je dus op een gegeven moment. Dat de ouderen zich wat terugtrekken, want ja, zo werkt dat gewoon. Je moet tevreden met wat je hebt en als je je pultje kunt nemen of je bekaartje cola en je hapje, ach ja, wat mis je dan, hè? Dan hebben we het nog niet zo slecht, hè? Wij plannen ook eigenlijk nooit echt iets, hè? Nee. We laten ons over heen komen. Ze komt bijvoorbeeld, hen komt de terras op en even wat vragen. En dan ze even kletsen, neem een wijntje en kom, doen ze ongezellig. Nou eentje dan. Ja, je weet hoe dat gaat. Hè? Ja. Je moet wel uitkijken, want anders word je hier een alcoholist ook, hoor. Ja. zonder dat je erger hebt, want het is iedere dag feest. Ja, maar we kunnen nog steeds de rem erop zetten, hè? Dat, Ja, al gaan we maar naar bed, dan is het al de rem. Ja, of niet alles, ja. Dat is al de rem, ja. I wish you smiled a little funny. Not just funny, really bad. We could roam the streets forever. Just like cats, but we... Op camping het Heumersbos komen Jan en Angeline Pijnappel al 22 jaar hun vrije tijd doorbrengen. De camping is voor hun inmiddels een soort dorpje geworden. Nee, ik kijk er even hier in. Want we hebben hele goedkope pakken, dus ik denk... We hoeven niet te zien dat het... Ja, dankjewel Jan. Nou, hier tegenover zit mijn moeder. En mijn vader uiteraard. Dan heb je nog een huisje, Annek en Chris. Ja, het zijn allemaal hele leuke mensen. In het is een dorp, witte dorp huis. Op een gegeven moment. Het is een klein dorpje eigenlijk. Je kent elkaar allemaal. Is ook veel zo. Familie dus. Veel familie. Mijn zus staat hier ook helemaal achterin. Mijn schoonmoeder, mijn ouders. Ja, en de rest die ken je allemaal. Die komen elk jaar toch terug. I wish you Wij zijn niet van die mensen die met zo'n klein pruttelbakje buiten zitten. Nee, we hebben gewoon alles lekker. De douche, het water, alles naar van hand. Ja. Ja, dat vinden wij wel fijn. Maar ja, dat is ook geen kamperen dan eigenlijk. Hè? Nee, het is buiten wonen. Het is gewoon buiten wonen, daar is het gewoon. Om die s'nachts met een wc-rolletje over de camping naar de wc te moeten. Dat moet ik niet. Daar hou ik niet van. Nee, ik moet dan alles bij de hand hebben. Ik heb barbecuen, open haartje aan, lekker wijntje erbij. Het is gewoon gezellig. Lekker, heumen, ben lekker thuis. Heerlijk toch? Zo, dan mag de bak wel leven. Ga je gang, hè? John is pittig. Ja, normaal zit de toffel hier helemaal vol met kaas en rood. Dat doen we straks. Nou, het groepel. Wil je een stukje kaas van? Zal ik een blokje kaas maken, John?
Jawel, was... jawel. Nee, nee nog een. Nee, 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 nooit de kaas. Nee, nee, nooit nee, nee, nooit nee, nee, John. Oh, we hebben alleen kaas. Nou, als je... John, ik nodig je de volgende keer niet meer uit. Ben je even besloten wie dat komt? Een hele verhaal. Dat is erg. Nee, maar je bent volgende keer mijn eigen bij de kerf, hè? Want dat doen we niet, hè? Blokken kaas zijn groter dan de kaas. Nou, waar gezellig. Morgen is er weer een nieuwe Goede Zomers, Slechte Zomers. En dan zie je Hanneke met Krit aan de koffie. Dat van jou kun je toch gesleuren noemen? Nou, jawel. Dat staat zo vast als een huis. Hard wielen. Hanny en Mary zijn hard aan het werk in de staakerevens op Heumersbos. En Hanneke vindt vreemde spullen in het toiletgebouw van Camping de Jutberg. En dan denk je toch, nou dat moeten mensen missen. Werner kiest het ruime sop en maakt een boottocht. Oh, no my me tu amor. Prachtig, Werner. De drie meiden Joyce, Marije en Roxanne oefenen voor hun grote voorstelling. Wat een grote god is daar. En, last but not least, de broers Douwe en Zwier zorgen voor de plantjes van hun buren. Daar hebben we gewoon van elkaar over. En zo hoort het, mannen. U ziet het allemaal in Goede Zomers, Slechte Zomers. Oh.